Oké. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Eva Kunstelaar. Ik ben onderzoeker bij het PBL en ik coördineer het onderzoeksprogramma Leren in opgaafgericht beleid. Ik wil jullie welkom heten bij deze sessie Leren organiseren en institutionaliseren. Welkom allemaal. Ik neem jullie graag even mee door de opzet van deze sessie. Waar gaan we het over hebben met elkaar? En daarvoor heb ik een korte PowerPoint voorbereid. Fijn als die in beeld komt. Ik zie nog niks verschijnen. Daar is die. Goed, dan mag die gelijk naar de volgende slide. Waar gaan we het over hebben met elkaar in dit symposium? Over lerend en adaptief beleid. Nou, wat houdt dat in? Ik heb drie kenmerken onderscheiden. Responsiviteit, richting interne en externe ontwikkelingen daarop in kunnen spelen. Het kunnen bijsturen aan de hand van korte feedbackloops. En het kunnen leren door te doen, leren door experimenteren. Ik zie nu de slide theorie in beeld. Ik zou heel graag de tweede slide in beeld willen hebben. Ja, helemaal goed. Nou, ik denk dat de toeslagenaffaire wel goed heeft laten zien dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om lerend en adaptief beleid te maken. Wat daar het geval was, er waren wel signalen, er kwamen zeker signalen van buitenaf. Van ouders die zeiden: ik ben bestempeld als fraudeur, dat klopt niet. Er zijn zeker ook interne signalen heen en weer gegaan, maar blijkbaar zijn die niet bij de goede mensen op de juiste plekken geland. De feedbackloops waren niet op orde en het bijsturen in feite al helemaal niet. Dus ik denk dat de toeslagenaffaire heel mooi laat zien hoe belangrijk het is om lerend en adaptief te werken en wat er mis kan gaan als je dat niet doet. Nou, vandaag hebben we twee thema's centraal staan in deze sessie: circulaire economie en het regioprogramma Brede Welvaart. Dat zijn beide thema's, dossiers die lerend zijn ingericht. Voor circulaire economie hebben we aan tafel Cora Smelik, gedeputeerde in Flevoland. En Trudy Rood, senior onderzoeker circulaire economie bij het PBL en hoofdauteur ook van de genoemde publicatie Samenleren in de regio. Nou, zij nemen jullie even mee ook in de opzet van een kennisinfrastructuur voor circulaire economie. Dan voor het regioprogramma Brede Welvaart hebben we aan tafel Mark Hameleers, manager van de regioportefeuille Brede Welvaart bij LNV. En Marieke van der Staak, onderzoeker wonen bij het PBL. Een van de PBL-publicaties waarin dat leren en adaptieve karakter is benadrukt en geïllustreerd ook hoe dat in het regioprogramma vorm krijgt, is de publicatie Verkennen waar wat werkt. En Mark en Marieke zullen ook illustreren hoe dat in de regio deals tot uiting komt. Welkom allemaal. Dan gaan we nu even verder nog naar de volgende slide. Dan wil ik even ook het doel van de sessie toelichten. Dus de volgende slide mag in beeld. Ik zie hem nog niet, maar ik begin gewoon vast. Het doel is om met elkaar het gesprek te hebben vanuit onderzoek, beleid, bestuur niet te vergeten en praktijk. Hoe we dat doen, die leerervaringen die we opdoen in dit soort interbestuurlijke gebiedsgerichte processen. Hoe we die leerervaringen delen en borgen. En wat we daar dan allemaal tegenkomen op onze weg als we lerend te werk willen gaan. Jullie zien hier twee uitdagingen staan. Het leren vraagt natuurlijk ook aandacht voor wat werkt en wat werkt niet. Dus ook het leren van fouten is dan ook cruciaal. Het vergt ook een lange adem, omdat je met elkaar wil toewerken naar het realiseren van een transitieopgave. Dus tussentijds bijsturen is dan van belang. Tegelijkertijd zitten we ook met z'n allen in een werkelijkheid waarin successen nog heel belangrijk zijn. Prestaties laten zien, het outputdenken domineert en ook de korte termijnblik
is nog sterk aanwezig in het openbaar bestuur. Ten tweede vraagt ook het leren om een reflexieve houding. Kunnen reflecteren, wat ben ik aan het doen? Wat zijn we aan het doen met elkaar? Zijn we nog de goede dingen aan het doen? En lerend vermogen om te kunnen leren leren. Terwijl er eigenlijk in de praktijk van alle dag toch wel heel weinig ruimte is voor reflectie. En de urgentie voor leren ook kan ontbreken. Daar gaan we dus het over hebben. Jullie mogen als deelnemers ook graag meedoen aan dit gesprek. Dat kan via de chat. De openbare chat staat aan. We hebben een chatmoderator, Marta van Eert, onderzoeker landbouw en voedsel bij PBL. En zij zal de vragen die jullie hebben inbrengen in het panelgesprek. En ook is de chat bedoeld voor gedachtenwisseling. Dus voel je ook vrij om er daar op die manier gebruik van te maken. Dan graag nog de volgende slide. Heb ik even heel kort geschetst waar dat leren dan over gaat. Want bij leren, waar denk je dan in eerste instantie aan? Nou, ik denk in eerste instantie aan onderwijs en opleiding volgen. Maar waar we het hier over hebben is beleidsleren. En in een publicatie met de NSOB hebben we drie kenmerken daarvan onderscheiden. Het wat, waarover wordt geleerd. Doen we de goede dingen? Doen we de dingen goed? Welke instrumenten zetten we in? Werken die al dan niet? Doen we de goede dingen? Hebben we nog de juiste doelen, ambities voor ogen? Moeten we die bijstellen? En is het systeem erop toegerust? Dus kunnen we doen wat we moeten doen? Is daar ruimte voor? Denk bijvoorbeeld aan een financiële constructie om als Rijk en regio in gelijkwaardig partnerschap samen te werken. Dat is een onderdeel van het systeem waar je gewoon als programma, als netwerk van afhankelijk bent of dat gaat lukken. Dat op orde is. Het hoe. Hoe wordt er geleerd en door wie? Nou, in interbestuurlijke settings is het dan goed ook om naar drie niveaus te kijken, waar ook verschillende actoren in beeld komen. Het leren op lokaal niveau binnen een regio, gemeente. Horizontaal tussen regio's en verticaal, tussen Rijk en regio. En als derde element het hoe verder. Dus hoe worden de lessen geborgd? Is er lerend vermogen aanwezig om die lessen verder te brengen en te benutten? En een leercultuur is ook van belang. Zijn er prikkels ingebouwd om de lessen te kunnen leren in de organisatie en de lessen verder te brengen? Dan ga ik naar de laatste slide en daarop staat de stelling waar ik vervolgens graag het panelgesprek mee open. En er verschijnt ook een poll in beeld en dan wil ik alle deelnemers vragen om die poll in te vullen. Dus de stelling is, kijk even of die in beeld komt. Ja, Rijk en regio moeten leerervaringen beter benutten voor tussentijdse bijsturing op transitieopgaven. En weerstand bieden aan outputdenken en korte termijn blik. Mag de poll in beeld komen en mogen jullie aanvinken of je het daar eens of oneens mee bent. Ik zie de poll nog niet verschijnen. Wij gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Ik wil Mark en Cora uitnodigen om hun eerste reactie te geven op deze stelling. Cora, mag ik jou vragen om als eerste te reageren? Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ik denk dat het een ontzettend belangrijk onderwerp is. En je ziet vaak dat het leren is sowieso ontzettend lastig. En de korte termijn effecten die worden nog verstevigd, denk ik, door de politieke context waarin bestuurders vaak zitten. Voor 4 jaar benoemd. Je wil graag binnen die 4 jaar echt een concreet resultaat laten zien. Terwijl sommige transities eigenlijk iets veel meer verlangen dan die korte heigerigheid van binnen 4 jaar echt iets concreet neerzetten. En het is dan al helemaal moeilijk om toe te geven dat je ergens een verkeerd pad hebt ingeslagen. En dat je even moet gaan nadenken, doen we nog de goede dingen op de goede manier en moeten we ons misschien herpakken. Dat maakt het heel erg lastig en weerbarstig, maar het is ook wel ontzettend leuk en dankbaar om het uiteindelijk wel te gaan doen, om die bodem te kweken voor een goede transitie. Ik heb zelf, werk ik al erg lang bij de overheid en het mooiste compliment wat ik ooit heb gekregen was: Cora, je hebt een combinatie tussen passie en geduld. En dat heb je bij je overheid eigenlijk heel erg hard nodig. Je moet vol passie voor het onderwerp blijven gaan. Maar je moet ook het geduld opbrengen om af en toe een stap op de plaats te maken. Af en toe te reflecteren of het goed gaat. En vooral ook bij anderen na te gaan. En dat kan juist weer voor versnelling zorgen.
om te kijken of je van elkaar kunt leren. Want wat ik heel erg nog vind dat zich verder kan ontwikkelen, is in plaats van dat iedere regio of iedere plekje zijn eigen ding uitvindt, dat je van elkaar dingen kan gaan leren. We hebben bij ons in de regio een voorbeeld van de metropoolregio Amsterdam, waarin we voor circulaire inkoop 5 handreikingen hebben geschreven met hele praktische leidraden om circulair te kunnen gaan inkopen, zodat we dat niet overal opnieuw hoeven te gaan uitvinden. En hier in Almere, waar ik nu ook zit, komt een praktijk, een regionale innovatiecentrum circulaire economie. En dat wordt echt een praktijkcentrum wat we samen met overheid, onderwijs, jongeren, ondernemers gaan kijken naar hoe je circulaire economie goed in de praktijk kan brengen en wat we daarvan kunnen leren. En dat is denk ik het aldoende doen, waarbij ook af en toe iets mag mislukken of waarbij je zegt van dit was toch niet de goede weg, is daarin heel erg belangrijk. Dus ik herken het zeker inderdaad. Dankjewel, Cora. Ook twee dimensies die je eraan toevoegt. Hè? Het persoonlijke punt van passie en geduld. Heel mooi geschetst. En ook de politieke werkelijkheid waarin je zit met de 4-jaar-cycli. Dankjewel, Cora. Dank voor je toelichting en ook de mooie voorbeelden uit Flevoland. Mark, zou jij willen reageren en reflecteren op de stelling? Ja, dankjewel. Ja, weet je, het is een stelling waarvan je kan afvragen of je daar nou zeg maar, echt voor of tegen zou kunnen zijn, zoals je geformuleerd. Maar hij valt eigenlijk in twee delen uit één. En ik duid het eerste gedeelte maar dat als een oproep om meer te leren, wat zeg maar ook alweer iets is waar je niet tegen zou kunnen of zou mogen zijn. Maar er staat ook Rijk en Regio. Dus ik denk dat het eerste gedeelte van de stelling oproept dat we als Rijk en Regio samen leren. En dat is denk ik ook de achterliggende gedachte van de seminar waar we vandaag natuurlijk in zitten. Is dat je probeert uit te vogelen hoe je dat doet. En het tweede gedeelte van de stelling probeert een soort wal op te werpen tegen slechte zaken als outputdenken en korte termijnblik. Daar zou ik een beetje weerstand tegen willen bieden. In die zin dat ik denk dat het belangrijk is om ook over output en graag ook outcome na te denken. En de korte termijn blik, ik denk dat Cora er ook over wees, voor, zeg maar, in de politieke context is dat vaak een gegeven. Dus dat kun je niet zomaar wegredeneren. Ik wil niet zeggen dat ik wil gaan pleiten nu voor outputdenken en de korte termijn blik, maar ik wil eigenlijk toch zeggen dat als je voor resultaat gaat, output, dan zul je toch moeten leren. En zeker bij transities. Transities... ik denk dat Hans Momma's er ook al op wees. Dat is toch vaak een pad in de richting van een doel. Een beetje een vaag pad, soms ook een beetje een vaag doel. Hij had 4 transities waar we mee te maken hebben. Nou, lekker ingewikkeld. Onderling afhankelijk. Nou, hoe moeilijk wil je het hebben? Nou, dat kun je nooit in je eentje. Hè? Vandaar dat je ook de regio zo populair is volgens de presentator. Nou, de regio, dat zijn we allemaal zelf, want we wonen allemaal in de regio. Maar het punt is denk ik dat de verschillende overheidslagen moeten met elkaar samenwerken, interbestuurlijk. En in dat samenwerken moeten ze ook leren. En leren, zeker bij transities, vergt een vorm van tolerantie. Hè? Want leren, dat is dat heel fijn bij succes, maar dat moet je ook kunnen doen van als er fouten zijn gemaakt. En dan kom je een beetje tegen het tweede gedeelte van die stelling aan, met die korte termijnblik. En de afrekencultuur die in de politieke arena is, hè, met parlementaire enquêtes en dergelijke. Ooit een hoge ambtenaar op een ministerie waar ik ooit heb gewerkt, heeft wel eens gezegd van shit met al, nou dat zei hij niet, maar hij zei heel vervelend, al die parlementaire enquêtes zijn wel killing voor het leervermogen. Vind ik wel een goede uitspraak uit de jaren 0 en ik heb niet het gevoel dat daar heel veel in is veranderd. Dus ik denk dat het goed is als Rijk en Regio samen leren. Ik zou daar willen toevoegen. Ik gun het ook eigenlijk onze parlementariërs, zowel in de Kamer als in de Staten, als in de Raden. En ik denk dat het belangrijk is om de volksvertegenwoordigers daar ook gewoon mee te nemen. En dan, dat zou je dus kunnen inlassen in, zeg maar, of inlussen in zo'n in lerende aanpak. Hè? Dus we hebben, en daar zullen ze daar ook iets dieper op ingaan met Marieke. We hebben bij het regioprogramma voor de brede welvaart heel nadrukkelijk ook aan PBL gevraagd om een lerende evaluatie in te richten. En je ziet steeds meer lerende evaluaties. Dat betekent
dat je in de loop van het programma blijft kijken kritisch naar wat zijn de doelen die we voor ogen hebben, welke resultaten hadden we verwacht en gaat dat dan lukken? Heeft dat effect? En dat je toch probeert om kort cyclisch bij te sturen. Bij het maken van zo'n regio-deal hebben de bestuurders heel nadrukkelijk overleg gevoerd met de volksvertegenwoordigers. En het zou dus heel interessant zijn om te kijken of je niet tijdens zo'n leercyclus ook raden en staten en parlement kan meenemen. En dat is makkelijker, denk ik, bij het decentrale overheden. Vermoed ik, hè, dat zou mijn stelling zijn, maar daar zou PBL nader onderzoek naar kunnen doen, dan wat je met de Kamer doet. Dus ik denk dat we, zeg maar, als we transities moeten zien te verwezenlijken, dan zullen we moeten leren. We zullen daar feedback loops moeten inrichten. Dat zullen korte zeg maar, loopjes kunnen zijn. En heel nadrukkelijk denk ik ook dat je dat gewoon ook samen moet doen. En ik heb dat ook iets opgerekt. En dan toch wel, denk ik, nog altijd met het oog op de bal. Zelf ben ik altijd wat kritisch op, zeg maar, lerend evalueren. Omdat ik denk dat de evaluatie klinkt altijd naar we zijn klaar. Dus ik heb altijd liever evaluerend leren, omdat ik dan het gevoel heb dat ik in een continu proces zit. Maar dat is misschien iets voor mijzelf. Maar dat zeg ik omdat ik denk dat als ik deze stelling zou mogen, hè, een beetje zou mogen amenderen, ik het toch ook belangrijk vind om in die korte leercycli altijd te blijven kijken naar zeg maar output, outcome. En ook inderdaad korte termijn blik. Wat hebben politici nodig? Neem ze erin mee. Ook met het oog op de lange termijn effecten. Dank je, Mark. Ook inderdaad mooie toevoegingen en reflecties. De stelling ook genuanceerd bij deze. Inderdaad, die politieke dimensie en die eigenlijk daar ook in meenemen. Hè? Dat vind ik een hele mooie toevoeging in het bestuurlijke en beleidsmatige proces. En inderdaad, hoe kun je output ook gebruiken, versturen op output om te leren. Daar gaan we zo ook verder op in. Dan wil ik in eerste instantie even nu aan de chatmoderator Marta vragen of er vragen zijn voor Cora of Mark. Nee, dan gaan we door naar Marike en Trudy, onderzoekers beide bij PBL. Marike, mag ik jou in eerste instantie vragen om ook te reflecteren op wat er zojuist al op tafel kwam en de stelling wat dat met jou doet? Ja, uiteraard. Sowieso fijn dat jullie er allemaal zijn en dat we als PBL'ers ook de gelegenheid hebben om een klein kijkje in ons onderzoek te geven. Dus dank jullie wel daarvoor. Ik wil heel eventjes eerst de achtergrond van ons onderzoek heel kort schetsen voordat ik precies dieper op de stelling ingaan, omdat ik denk dat die context al heel erg belangrijk is. Zoals Mark net al zei, heeft het ministerie van LNV het PBL gevraagd om een onderzoeksprogramma op te richten in het kader van de regioportefeuille. En wat we daar eigenlijk doen is het ontwikkelen, verdiepen en ontsluiten van kennis over, over regionale brede welvaart en daarmee dus eigenlijk ook over de regio-deals. Daarbij reiken we niet zozeer tools aan waarmee we aangeven van dit is goed beleid of geen goed beleid. Dus in die zin is het niet evaluatief, maar we geven wel aan waar kansen en risico's zitten. En welke lessons learned je zou kunnen trekken. Dat doen we onder andere aan de hand van vier cases die we van dichtbij hebben onderzocht. En in het begin van dit jaar is er ook een leersessie Lerend Vermogen georganiseerd, waar een aantal vertegenwoordigers uit het regio-deal-programma zijn aangesloten en hebben aangegeven waar zij tegenaan lopen en hoe zij daarmee leren. Bij de onderzoeksresultaten die ik nu kort met jullie deel, wil ik dus wel opmerken dat deze verzameld zijn in 2019, 2020 en het begin van dit jaar. De regio-deals hebben natuurlijk niet stilgezeten, dus het is belangrijk om jezelf te realiseren dat ook daar het leren steeds verder doorontwikkelt. En dat daar dus mogelijk weer nieuwe inzichten zijn die ook weer bij hebben gedragen aan het lerend vermogen. In reactie op de stelling was eigenlijk mijn eerste gevoel, het is niet zo dat er geen ruimte is om te leren in de regio-deals. Integendeel, er is een hele grote rijkheid en veelsoortigheid in waarover geleerd wordt. En dat kunnen we eigenlijk samenvatten in drie hoofdpunten. Nou, we zien dat er heel erg op de inhoud geleerd wordt. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om of specifieke landbouwinnovaties wel of niet werken. En daarvoor zijn uitgebreide evaluatie- en monitoringsprogramma's opgericht.
Nou, Cora en Mark haalden het net al eventjes aan. Leren doe je vaak niet alleen. En dat geldt ook voor het regio-dealbeleid. Daar zijn flink wat lokale partners bij betrokken. Partners die niet altijd vanzelfsprekend vinden om met elkaar samen te werken. Dus naast overheidsinstellingen kun je denken aan zorginstellingen, onderwijsinstellingen, inwoners. Het is ook maar net welke opgave lokaal aangepakt wordt. En met samenwerken moet je ook leren over hoe je dan met elkaar samen kan werken en wat daar wel en niet in werkt. En ook wie welke verantwoordelijkheid toebedeeld krijgt, kan pakken. Nou, we kennen het allemaal wel, als je in een nieuw team komt werken, dan moet je ook gewoon even aftasten en elkaar goed leren kennen. Nou, tenslotte zien we ook dat er in de regio deals heel erg op systeemniveau wordt geleerd. Het is een relatief nieuw programma dat is ingericht. En ja, daar komt soms ook bij kijken dat je tegen bepaalde knelpunten op institutioneel vlak aanloopt. Dus bijvoorbeeld knellende wet en regelgeving die in de weg zit. Eva noemde net al eventjes de financiële kaders waarmee Rijk en Regio met elkaar samen, waarbinnen Rijk en Regio met elkaar samen kunnen werken. Ja, dat zijn ook allerlei uitdagingen die op je pad komen en waar van geleerd wordt hoe dat je daarmee om kan gaan. Wat dat je ziet is dat, in ieder geval in ons onderzoek, is dat er veel geleerd wordt, maar dat zich vooral binnen de deals afspeelt. En daarvoor is het denk ik goed, omdat waarschijnlijk niet iedereen die hier zit precies weet hoe de structuur van zo'n regio-deal in elkaar zit. Is het goed om jezelf te realiseren dat een regio-deal vaak uit verschillende projecten bestaat. Die projecten zijn onderverdeeld in een aantal sporen of pijlers. En die sporen of pijlers vormen vervolgens gezamenlijk de hele regio-deal. En op het moment dat wij met mensen spraken voor ons onderzoek die echt dicht in die regio-dealpraktijk zaten, zagen wij dat er heel erg veel geleerd wordt op dat projectniveau. En dat dat ook binnen de sporen gebeurt, maar dat het nog wat moeilijker is om dat echt op te schalen naar het regio-deal-programma als zich, dus de totale regio-deal, om het zo maar te noemen. Dus die crossovers tussen projecten en tussen verschillende sporen en pijlers komen wat kwamen op dat moment wat minder makkelijk tot stand. En volgens onze respondenten werd dat onder andere veroorzaakt doordat mensen niet vanzelfsprekend vinden om integraal of dienstoverstijgend samen te werken. Daarbij moet ik wel meteen opmerken dat dit echt in de beginfase van de uitvoering was. Dus het kan ook zijn dat ze nog even zo erg in hun eigen project aan het kijken waren, dat er ook nog niet heel erg veel tijd of ruimte was om met elkaar echt dat wat grotere deeloverstijgende vraagstukken aan te pakken. Nou, en daarnaast is natuurlijk het ophalen van leerervaring is één, het inbedden is twee. En daar zien we eigenlijk ook hele grote verschillen tussen de afzonderlijke regio-deals. Zowel in de actoren die leerervaringen ophalen en borgen. Dat kan een adviesraad, een projectmanager of een projectleider zijn. Als in de manier waarop dat verwerkt wordt. Dus het tussentijds bijsturen van op voorhand bepaalde uitvoeringsprogramma's. Of juist gaandeweg, stap voor stap, op basis van leerervaringen het volgende uitvoeringsprogramma vaststellen. En ja, daar wil ik alleen tenslotte bij opmerken dat daar geen goed of fout in is. Het is in het kader van het leren bij gezien dat het vooral belangrijk is dat er feedback loops worden ingebouwd. Waarin je bij kan sturen indien dat nodig blijkt. Want je hebt er niet zoveel aan als je iets leert en het vervolgens niet kwijt kan omdat alles al in beton is gegoten. Dus daar zou ik het voor nu even bij willen houden. Mooi Marieke, dankjewel. Ook mooie illustraties van hoe dat leren bij de regio dienst gestoten krijgt. Dat dus ook echt heel divers is. En dat ook de uitdaging is, hoe benut je die lessen nou ook goed. Daar hou die ook even vast. Dan gaan we eerst nog even naar Trudy ook, voor circulaire economie. Trudy, vertel, waar ben je mee bezig in de termen van de circulaire infrastructuur en het samenleren in de regio? Ja, nou allemaal hartstikke welkom hier, dat jullie hier vanmiddag zijn. En ik wil eigenlijk beginnen met die circulaire economie, want dat is een effectieve manier om allerlei maatschappelijke opgaven die op dit moment op de regio afkomen, om die aan te pakken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de grote woningbehoeften, klimaatadaptatie, de energietransitie, allerlei opgaven die nu op die regio komen eigenlijk. En door aanzienlijk efficiënter om te gaan met grondstoffen, kun je dus bijdragen aan die opgave en door dat slim te combineren. En daar hebben we onderzoek naar gedaan van ja, hoe staat dat nou in die regio met die circulaire economie?
En ook in de breedte. En dan zien we eigenlijk dat zowel het Rijk als de regio's nog aan het begin van de transitie staan. Alle partijen zijn nog zoekende. Ook die regiopartijen. Het gaat over regionale overheden, maar ook de andere partijen in de regio. En het is een heel complex vraagstuk, maar wel met heel veel potentie. En je ziet dat die partijen voorzichtige stappen zetten. Maar bestuurders zijn soms ook gewoon nog aan het zoeken. Wat is nou mijn draagvlak? Wat is mijn doel die je kan stellen? Ook als je wilt kijken naar output, waar het net al even over ging in die stelling. Want hoe doe je dat nou? Dus dat leverde in ons onderzoek eigenlijk een heel palet aan kennisvragen op. Daar hebben we ook een rapport over gemaakt. Als het goed is, staat dat nu ook in de chat. Dan kunnen jullie het nog eens op je gemak nalezen. Daar hebben we die kennisvragen eigenlijk gegroepeerd. En dan zie je dat er die vragen, die gaan ons over de organisatie. Van hoe organiseer ik dat nou binnen mijn eigen organisatie? Hoe krijg ik mijn collega's mee? Hoe kan ik bij de woningopgave circulair toepassen? Of hoe... gaat het over samenwerken? Van hoe kan ik nou efficiënt met bedrijfsleven samenwerken? Wat zijn mijn mogelijkheden bijvoorbeeld voor een circulair bedrijventerrein? Dus het is nogal divers. Je kunt je dan ook voorstellen dat je de oplossing niet is om gewoon maar even een website te maken met wat lijstjes of wat informatie. Dat werkt niet. Je kunt wel aanbieden, maar daar zijn de partijen niet mee geholpen. Dat zorgt niet voor het leren. Dus wat we gezien hebben, waar behoefte aan is, is een ondersteuning om de weg te vinden in de berg aan informatie die er op dit moment al te vinden is op internet. Want er zijn heel veel partijen die kennis aanbieden voor die regionale overheden en voor die regionale partijen. Zodat zij... zeg maar kunnen voortbouwen op de kennis en de ervaringen die anderen al opgedaan hebben. En niet elke keer weer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Daarnaast zien we dat de kennis soms wel is, maar dat die in hoofden van mensen zit. Nou, ook dan is zo'n website niet de oplossing. Wat er dan helpt, is om bijeenkomsten te organiseren, om scholing te doen, bijeenkomsten, contacten ook met landelijke kennisinstellingen bijvoorbeeld, om een goede uitwisseling van kennis te krijgen, beide kanten op, zowel van nationaal naar het Rijk of naar de regionale partijen, als omgekeerd van ja, wat zijn nou bijvoorbeeld die belemmeringen in de regio en wat is daarvoor op nationaal niveau dan weer nodig. En als derde pijler eigenlijk zien we dat er regiohubs nodig zijn. Want het gaat dan om grondstoffen en om partijen in een regio bij elkaar te brengen. Dus om efficiënte manier ook in die regio om te gaan met de grondstoffen die daar zijn. Dus deze drie pijlers die vormen eigenlijk samen de kennisinfrastructuur. Waar dan op dit moment aan gewerkt wordt. Om zo samen, nationaal en met de regionale partijen samen te leren om die transitie naar die circulaire economie te versnellen. Mooi, Trudy. Ook de systematische aanpak van het ophalen van de behoeften. Ook heel mooi geïllustreerd. En waar dan ook vervolgens de stappen aangekoppeld worden. Hè, van die driedeling van websites, bijeenkomsten en hubs. Denk ook belangrijk om dat vast te houden, van hoe kun je een leersystematiek ontwerpen. En dat laat jullie eigenlijk mooi zien. Dan wil ik even peilen bij Marta. Zijn er vragen aan Marieke of Trudy? Nee, dan gaan we door naar de discussie. En ik zag wel dat er in de chat daar wat over scheen, maar ik ga eerst zelf even een discussieonderwerp inbrengen. En dat is eigenlijk de vraag waar we het net al over hadden. Hè? Hoe kun je nou die korte cycli ook benutten om te leren? En daar kan ook het sturen op output best nuttig zijn. Maar de steen die ik dan in de vijver wil werpen is dan, als je dat doet, die korte cycli en het sturen op output, blijf je dan niet heel erg in het eerste orde hangen. Dus dan ga je wel kijken hoe kunnen we dingen beter doen.
Maar is er dan nog voldoende ruimte voor reflectie? Zijn we nog wel de goede dingen aan het doen? Want ook met outputsturing ga je ook vasttimmeren waar je naartoe wil met elkaar. En die maatstaven, die kunnen ook een soort tunnelvisie bewerkstelligen. Hè, dat je daarmee gaat sturen op, oké, dit is hoe wij zien waar we op naartoe willen. Terwijl of dat dan nog wel de goede dingen zijn, waar willen we daar dan nog wel naartoe? Die tweede orde reflectie. Kan dan uit het zicht verdwijnen. Is dat zo? Cora, Mark, wat vinden jullie hiervan? Nou ja, het klinkt een beetje als een paradox, maar dat hoeft het niet te zijn. Ik denk dat je beide stappen moet inbouwen. Je moet je tussentijdse resultaten en je piketpalen moet je benoemen, moet je halen en je moet het vieren. En als je het niet haalt, moet je het tijdig kunnen bijsturen. En tegelijkertijd is het belangrijk om een soort methodiek te ontwikkelen waarin je ook nog kijkt van doen we de goede dingen. En ik denk dat de omgevingswet die eraan komt met ook de omgevingsvisie, wat ook een levend document moet zijn, daar ook bij kan helpen om het goede strategische gesprek met elkaar te voeren in de regio. En wat ik nog wel een valkuil vind, een andere variant van jouw steen in de vijver is, wordt het niet allemaal te veel op één spoor belegd? Terwijl, Trudy heeft het net al heel erg mooi aangegeven, dat eigenlijk al die opgaven waar we voor staan, dat die zo met elkaar verbonden zijn. Dus ik denk dat dat ook nog wel een risico is, dat als je alleen maar op de energietransitie richt, dan blijf je over met zonnepanelen die afgeschreven worden en je nergens mee terecht kan. Je krijgt bladen van de windmolens die op een gegeven moment op een grote afvalberg terecht moeten komen. Dus het is heel belangrijk om die transities echt goed met elkaar te combineren en te verbinden. Dus ik denk dat ook een kernwoord in het leren zal moeten zijn het verbinden. Verbinden tussen mensen en instellingen, verbinden tussen Rijk en regio, maar ook het verbinden van de verschillende sporen. Dat is een heel belangrijk element waar we rekening mee moeten houden. Ja. Een mooie illustratie en ook inderdaad, je geeft eigenlijk aan beide zijn nodig. Hè? Zowel outputsturing als het strategische gesprek zijn we nog de goede dingen aan doen. Vind ik wel interessant, ook aan Mark nu het woord, maar ook zijn dat dan dus verschillende gesprekken die je op verschillende plekken voert en hoe zorg je dat dat bij elkaar komt? Misschien kun je die ook meepakken, ja. Mark. Ja, zeker. Nee, ik vond het wel een heel interessant punt wat Cora als laatste inbracht. Dus dat, ik ga nu praten en dan denk ik door op het antwoord op dat deel van haar inbreng. Ja. Dat vond ik wel heel leuk. Weet je wat zeg maar, in jouw zeg maar, steen in de verf wel zit, is denk ik het punt van het kortcyclische. Hè? Dus daar zit ook weer dat aspect van het heigerige in. Dus ik zou willen nadenken over hoe kort is kortcyclisch? Ik kan me voorstellen dat je in de wat kortere cyclus, de kortste cyclus bij spreken, dat je dan wel blijft kijken naar de afgesproken resultaten. Hè? En, gewoon echt heel blauw op alles wat is afgesproken of dat wordt geleverd. Maar dat je om een iets langere, korte cyclus, dus niet te lang, hè, maar geef je wel de ruimte, dat je dan gaat kijken naar doelbereik. Ik merk in de gesprekken die wij voeren, halfjaarlijks met de regio's, van hoe gaat het nou? Hè? En bij ons zijn de regio's aan zet in de regio-deals, maar we praten al een keer per half jaar met de vertegenwoordiging van Rijk en Regio over hoe het nu gaat. Dan is wel de vraag van doelbereik heel belangrijk. En die werkt ook erg verhelderend, omdat op een gegeven moment, als zo'n programma zou dreigen te verzanden in een stelletje projecten, hè, zonder samenhang, dan is dat het punt waarop je zou kunnen ingrijpen. En dan vind ik wat Cora inbrengt eigenlijk wel interessant, omdat je ook al ben je dus aan het nadenken over zeg maar, het langere termijn outcome die je wil met je hele programma, dan nog kun je heel fijn in een tunnel zitten, doordat je met je eigen transitie bezig bent en de samenhang met andere transities kwijtraakt. En het sleutelwoord was verbinding en ik denk dat dat dus inderdaad ook dan dus mensenwerk is. En dus deels mag je hopen, zou mijn snelle fix zijn, dat de mensen die je aan tafel hebt, en zeker de mensen uit de regio, dat die bij meerdere transities betrokken zijn. Vaak is het gevoel dat het Rijk vanuit Kokos komt aan tafel, terwijl de regio meer integraal kijkt. Dat hoeft niet altijd per se zo te zijn. Maar je zou wel verwachten dat een regionale bestuurder veel meer zicht heeft op zeg maar, de samenhang van de transities in zijn of haar gebied. Hè, dus die verbinding met vanuit personele unies in zo'n
sturingsgroep zou relevant zijn, maar stel voor dat dat niet zo is, dan vind ik het wel zeg maar een vraag die ik nog niet kan beantwoorden. Methodologisch, hoe je dat dan wel zou doen. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke vraag gaat worden op de redelijk korte termijn, nadat er een nieuw kabinet is gekomen en dan naar alle waarschijnlijkheid toch meer tussen rijk en regio samengewerkt moet gaan worden in het gebied op de transities en ook op hun onderlinge samenhang. Ja, je wil deels natuurlijk geen Poolse landdag, maar je wil ook niet een soort zeg maar, commissie van dictatoren die zeg maar, in een, zeg maar, een soort piramidale constructie gaan vertellen hoe het moet. Dus ik vind het wel een hele essentiële vraag waar ik niet direct een antwoord op heb, helaas. Nee, ik zie ook in de discussie ook inderdaad erkenning van we verbinden te vaak op proces, niet altijd op inhoud. Verbinden betekent ontschotten, daar zijn we niet zo best in. Nou, dat noemde jij inderdaad ook al, Mark. Verdere vragen. Ik begrijp dat Marta haar microfoon niet kan openen. Dus excuses dat die vragen niet aan bod zijn gekomen. Dat is dus, dat had ik even gemist. Ik wil nog even naar een volgend punt. En dat gaat over de tijdelijkheid versus de continuïteit die nodig is voor leren. En de tijdelijkheid van waar we vaak in netwerken of in beleidsprogramma's de middelen voor hebben. Misschien in eerste instantie dan even naar Trudy en Marieke. Trudy, om met jou te beginnen. De kennisinfrastructuur, hè, daar zijn jullie nemen u mee van start. Hoe denk je die continuïteit te borgen? Dus waar sta je over 10 jaar en zit je dan nog met dezelfde mensen aan tafel? En welke stap heb je dan gezet? Hoe zie je dat voor je? Nou, ik hoop niet dat we over 10 jaar nog op dezelfde plek staan. Want dan zijn we niet erg opgeschoten met de transitie naar een circulaire economie. Dus ik mag toch hopen dat we een heel eind verder zijn. Want juist die circulaire economie heeft het in zich om te verbinden. Maar ik ben misschien iets minder optimistisch dan Mark. Dat ik merk in de gesprekken, ook met regionale overheden, dat zij vaak toch ook nog wel weer last van hebben dat er voor circulaire economie geen keiharde afrekenbare doelen zijn. En bijvoorbeeld bij de energietransitie wel. Dus daar zitten bijna die transities elkaar in de weg. En juist ook bij die bestuurders is dan ook wel behoefte aan kennis van ja, hoe kan ik dan wel zeg maar het zichtbaar maken wat ik bereikt heb op het gebied van circulaire economie. Dat speelt natuurlijk niet bij alle bestuurders, maar wel bij een deel waarvan ik denk van nou ja, dan zou juist die kennis en dat samen leren zou een hefboom kunnen zijn om daar een stap verder te komen. En die hele kennisinfrastructuur waar we nu aan werken, die moet zeg maar, zodanig zijn en zo flexibel eigenlijk ook nu zijn, dat die steeds weer in kan spelen op de nieuwe kennisvragen. En ook de ruimte bieden om de nieuwe kennisvragen op te halen en die ook te programmeren, zodat dan ook op de lange termijn ook weer nieuwe kennis krijgen, waar dan weer op voortgebouwd kan gaan worden. Ja, dus je kunt eigenlijk zeg jij, continuïteit is gebaat ook bij adaptiviteit. Hè? Dus je gaat gewoon steeds kijken van wat zijn de nieuwe vragen die opkomen en daar ga je weer mee verder met elkaar. Om dan met elkaar richting, hè, wat jij zegt, de nog ontbrekende doelen voor circulaire economie toe te roeien. Ja, die infrastructuur is eigenlijk zeg maar, vergelijkbaar met een weg. En daar kunnen gewoon de kennis, de auto's kunnen er overheen rijden. Maar dat kunnen dus ook weer de auto's van de toekomst zijn. Of de vervoersmiddelen van de toekomst. Dat, ja, afhankelijk van wat er dan op dat moment, welke behoeftes er zijn, kan die infrastructuur dat je faciliteren. Mooi. Marieke, wat is jouw reflectie op de tijdelijkheid toch van het regioprogramma, wat voor een aantal jaren is ingericht, en de behoefte toch ook wel vanuit de regio-deals om de geleerde lessen verder te brengen en op te schalen, wat een proces van lange adem is? Herken jij dat? Je ziet
gaan. Ja, je ziet in het regio-dealprogramma inderdaad dat een regio-deal sluit je voor een aantal jaar af. En in verschillende regio-deals en in de uitvoeringsprogramma's daarvan is ook door de lokale betrokkenen heel duidelijk aangegeven dat het vaak het begin is van een ontwikkeling die aangejaagd wordt. Dus dat het niet zo is dat de brede welvaart in de relatief korte periode dat de regio-deal zelf loopt ook volledig gerealiseerd wordt. Dat geldt natuurlijk ook voor de kennis die wij ontwikkelen en inbrengen. Wij volgen nu een aantal jaren het regio-deal-programma en de kennis die we daarin opleveren, daarvan kunnen delen, nu ingebed worden. En delen zouden bijvoorbeeld ook kunnen helpen voor de verdere doorontwikkeling van regionaal beleid in het kader van brede welvaart. Dus ook die kennis kan gewoon in de toekomst meegenomen worden. Wat ik in aanvulling op de punten die net genoemd zijn nog wel belangrijk vind om te noemen, dat zijn twee punten. Dat is aan de ene kant dat de ontwikkeling van kennis en het voorzien in vragen die voor beleidsmakers relevant zijn, in mijn ogen twee kanten op werken. Aan de ene kant zijn we als PBL natuurlijk een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat heel goed na moet denken en moet faciliteren in wat de kennisvragen van de toekomst zijn. En daar moeten we antwoorden op zoeken met elkaar. Aan de andere kant is het natuurlijk net zo belangrijk dat als beleidsmakers tegen bepaalde vragen aanlopen, dat die ook bij ons terechtkomen. Zodat je eigenlijk twee kanten op die kennisinfrastructuur breder kan trekken. En daarbij vind ik het ook belangrijk om op te merken dat het PBL niet de enige partij is die kennis ontwikkelt. Dat zie je in het regio-deal-programma bijvoorbeeld ook heel duidelijk terug. Daar is ook een regiolab waar ook zeer relevante inzichten gedeeld worden. Dus ik denk dat het ook daarin het vinden van nieuwe samenwerkingen die we eigenlijk in de regio-deals terugzien, ook op het gebied van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling net zo'n belangrijke rol spelen. Ja. Dankjewel. Ik heb toch nog een uitsmijter als vraag. We hebben nog 2 minuten, dan gaan we over naar het hoofdseminar. En die vraag wil ik aan Cora stellen. Hoe verbinden we de roep om afrekenbare doelen met de wens om te kunnen leren? Dat ruimte vraagt om te mislukken. En ik stel die vraag ook omdat Rudy ook benadrukte dat die roep er sterk is bij circulaire economie. Kun je daar in 2 woorden wat over zeggen? Oh, ik hoor je niet, Cora. Je geluid staat denk ik nog uit. Hoor je me niet? Ja, nu wel. Oké, ja, ik heb niks veranderd. Misschien duurde het even voordat hij reageerde. Excuus. Nou ja, het heeft natuurlijk ook te maken met de fase van de ontwikkeling waar je nu in zit en de urgentie die gevoeld wordt. En ik denk dat het heel belangrijk is om die urgentie ook bij de politiek goed duidelijk te maken. Je ziet heel erg dat bij provincies bijvoorbeeld, bij het aangaan van de nieuwe coalities in 2019, circulaire economie voor het eerst in allerlei coalitieakkoorden terechtkwam. Waarbij, en als je dat dan in een coalitieakkoord opneemt, dan meteen de worsteling ontstaat van wat wordt dan ons doel? En hoe gaan we dat monitoren? En die urgentie die hopen we bij het Rijk ook te vinden, om dat een daadwerkelijke transitie te laten zijn wat overal doorheen speelt. En ook bij de gemeenteraadsverkiezingen hopen wij dat daar ook in die verkiezingsprogramma's en in de coalitieakkoorden ook iets over circulaire economie komt. Want je hebt eerst die urgentie nodig en vervolgens is het doel, ja, het gaat toch vooral om het de grondstoffen. De uitputting van grondstoffen tegengaan, afval tegengaan en te zorgen dat de cirkel helemaal sluit. En daar hoort dan ook weer een monitoring bij. Daar zijn we echt eerste stap in aan het zetten. Maar je moet daar dan ook echt wel politieke urgentie bij krijgen om überhaupt die doelen te kunnen gaan formuleren. Ja, dankjewel. Dus de urgentie komt ook doordat je doelen stelt. Tegelijkertijd weten we met z'n allen dat die doelen ook niet heilig zijn en we die ook moeten durven bijstellen als we zien dat het niet werkt, of dat we niet de goede kant op gaan. Dank jullie wel. Ik wil jullie allemaal als panelleden heel hartelijk bedanken voor jullie reflecties, voor het gesprek met elkaar. Ik wil alle deelnemers bedanken voor jullie reacties ook in de chat en het volgen en van het gesprek. Dank jullie wel. Er komt nu een knop in beeld, daar kunnen jullie op klikken. Deelnemers, voor de deelnemers gaat dat op. En dan zitten jullie terug in het hoofdseminar en gaan we beginnen met het panelgesprek. Dank jullie wel, dan sluiten we deze sessie af.